Kijkers, onze donateur Chris uit Nederland heeft gemeend wekelijks via 1 voor 12 voeding, drank, rijst en voedselpakketten te doneren aan kwetsbare groepen, CQ, sociale zwakkeren in onze samenleving. Onlangs kregen thuis- en daklozen in de binnenstad Paramaribo een stevige maaltijd met bijbehorende frisdranken. Wij brengen u het volgende hiervan. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij pas goed. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Oh Marie, doe maar, Marie. Oh Marie, Marie Mara, Marie, Marie Mara. Oh Marie, ma Marie, ma Marie, ma Marie, ma Marie Mara. Oh Marie. Heerlijke nasi, hier aan de waterkant aan het Nurgen. Ik mag zeggen, het doet me goed. Laat me op de eerste plaats mijn vriend, mijn mattie, mijn donateur, Chris uit Nederland, heel hartelijk dank zeggen voor dit gebaar. De daklozen, die nuttigen ook wat ik nu aan het eten ben. Nasi, cola, halve liter cola en een water. Vijf en atodici. Ah, is het niet. Boom. En ik kom makkelijk voor een cola. Nee, nee, nee. Watra. Voor het eerst. Huh? Nee, watra wel, maar cola voor het eerst. Ja, toch. Thanks, Chris. Zet Chris. Chris weet wel aan. Oh, hey, thanks. Chris, je wordt bedankt. En namens alle daklozen wil ik ook zeggen, many thanks. Ze nuttigen het heel goed en vinden het heel goed. En ja, laten andere mensen dit ook doen, dat wij... We doen het twee keer in de week. Misschien dat we het straks vier keer in de week kunnen doen. Ja, of zelf elke dag. Kunnen wij het doen. Als u erachter staat, doen we het elke dag. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met troelala, Marie, Marie, Mara. Marie.